Ik haat dat scenario. Dat is zo kut. Vallen gewoon stilte. Soms heb je niks te vertellen. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja. Dan voelt zij zich heel erg genaaid. Ja, super goed advies van Ilse en Lois. Oké. Helemaal. Jij zag jou ook heen? Zo. Helemaal. Ik ben Lois Peperkamp. En ik ben Ilse Kramer. Ik ben Ilse Kramer en dit is Lois Peperkamp. We gaan vandaag een nieuw deel filmen van advies van Lois en Ilse Kramer. Dus dat is leuk. Dat betekent dat we dus jullie advies geven op de dingen die jullie hebben ingestuurd. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en eventjes zo meteen te abonneren. En ook eventjes te kijken op Ilse's kanaal. Dat is ook leuk. Ik ga beginnen met voorlezen. Spannend. We houden het anoniem altijd. Dus ik wou net zeggen, ik ga beginnen met de naam. En dit is... Ik vind deze jongen leuk en nu komt het rare. Hij is dus beroemd en je zal denken, dan ben je gewoon fan. Maar nee, ik ben echt verliefd. Oh. Ik denk elke minuut aan hem en dat is echt waar ik gewoon... Wow. En dat is echt waar ik kan gewoon huilen. Omdat het niks meer tussen ons, waar ik om kan huilen. En dat is echt waar... Maar is hij beroemd in Nederland of is hij beroemd in Amerika? Ik kan altijd proberen. Nee, maar dat bedoel ik. Kijk, als hij bijvoorbeeld in Nederland gewoon beroemd is, dan kan je hem altijd gewoon misschien een keer aanspreken. En geen valse hoop geven, hè? Nee, maar for real. Niet iedereen is gewoon onbereikbaar in Nederland. Je kan gewoon zo die tegenkomen. Ja. Bij de bar, hè? En het ligt aan hoe leeftijdsverschil is en alles. Dus weet je, op een gegeven moment gaat dat wel weg. Het blijft niet voor altijd. Het kan even vervelend zijn dat je zulke gevoelens hebt voor iemand waarvan het lijkt alsof het onmogelijk is. Het zal echt niet voor altijd zijn. Dus dan moet ik even de tijd geven en dan gaat het vanzelf wel weg, denk ik. Supergoed advies van Ilse en Lois. Hey. Ik heb een vriendin die mijn kledingstijl heel erg kopieert. Ook als ik zeg dat ik iets heel graag wil kopen, heeft zij het de volgende dag al. Oh. En ik heb wel eens een keer een soortgelijk iets als haar gekocht en toen werd ze ineens boos. Je moet het eigenlijk zien als een compliment. En je hebt gewoon dezelfde smaak. Moet je op een gegeven moment ook maar denken van, joh, ik was er eerst. Ik was er eerst, laat maar. Ja. Zoek dan gewoon van items die echt niet uit de H&M zijn, niet uit de Bershka, maar gewoon gethrift shop of zo. Dan weet jij zeker dat je uniek bent in dat en dan kan zij je niet kopiëren. Stel je vindt het echt wel vervelend. Want uiteindelijk, jij doet het eerst en iemand doet het na. Dus het is een soort van een trend zetten. En dat is juist positief. Ik heb dus een crush op iemand uit de klas. Okay. En ik heb het tegen mijn beste vriendin gezegd. En nu flirt zij de hele tijd met hem. Oh. Wat moet ik doen? Waarom altijd friendship dingen? Why? Dat is zo kut. Nou, eerlijk. Dan is het eigenlijk geen goede vriendin. Nee. Want de volgende stap is dat zij ineens een date met hem heeft. En dan hebben ze ineens een relatie. En dan is het eigenlijk als het ware dat zij jou gewoon jaloers wil maken. Van kijk, weet je, bij mij werkt het wel. Hij wil wel Nou, zeg gewoon even tegen haar. Yo, Flaffel, doe eens even normaal. Ga weg. Ik vond hem leuk. En als je die jongen nog steeds heel erg leuk vindt, praat met hem over. Vraag even waarom zij dan zo close zijn nu in één keer wel. Gewoon praten. Praten is altijd Communicatie is key. Erg scenario. Dat is zo kut. Ik snap dat ook niet. Als echt een goede vriendin is en zij doet dit, dan begrijp ik het niet. Is niet echt een goede vriendin. Nee. Het is natuurlijk altijd jammer als een soort van een vriendschap verdwijnt. Maar soms is het ook gewoon beter. Want als dit soort dingen gebeuren, dan voel je alleen maar slecht over. Ja. Maar ja, als zij elkaar leuk vinden, ja, daar kan je uiteindelijk ook niks aan doen. Nee. Dat is gewoon een beetje kut timing en gewoon slecht gespeeld. Maar ja, that's life. Kijk, ik struggle enorm met het feit dat er een meisje is die echt heel aardig is. En ik wil gewoon een vriendschap met haar opbouwen. Maar het lijkt alsof ze bang is om closer te worden. Heb jij tips? Ga gewoon gezellig een keer koffie drinken of winkelen of zo. Dan ben je nog wat te doen. Zullen we even in het Vondelpark gaan zitten? Of zullen we even naar de stad gaan? Even wat drinken, wat eten, weet je? Daar leer je die persoon al heel erg goed door kennen. Hebben wij ook vaak gedaan. Ik zou denk ik ook gewoon het soort van luchtig houden. Als jij het idee hebt dat ze het soort van eng vindt, dan niet heel erg voelt, je bent mijn beste vriendin en ik vind je zo... En weet je wel, niet... Hou het gewoon dan een beetje luchtig. En ik denk dat ze dan wel iets makkelijker... Misschien vindt ze het gewoon spannend. En dan duurt het wat langer voor haar voordat ze zich op haar gemak voelt bij haar. Dat ze zich zo blootstelt. Ja, en dan op een gegeven moment, als zij daar gewoon zich fijn mee voelt, dan zou je dat vast wel merken. Ik denk dat het gewoon even tijd nodig heeft. Blijf gewoon aardig doen tegen haar. Ga gewoon leuke dingen doen. En ik denk dat ze dan wel vanzelf gewoon denkt van, oh nou, ik vind je eigenlijk ook wel erg leuk. En nu voel ik me wel chill en op mijn gemak om iets meer met je te delen. Hey Lois! Enig advies voor een, tussen haakjes, eerste date? Nou, zal ik het beginnen? Ga gewoon wat leuks doen. Ga een keertje bowlen. Ga gewoon... Ja, dat lijkt me echt wel leuk. Iets doen wat je normaal eigenlijk niet heel snel zou doen. Een vriendin van mij die heeft ook gezegd, die ging met de familie dus mee en toen gingen ze van de potjes bakken of zo, weet je wel? Oh, dat is zo leuk. Dat doe je normaal ook nooit. Dus zijn hartstikke hard gelachen. Bij een date moet je gewoon niet te hoge verwachtingen hebben. Je gaat gewoon gezellig elkaar leren kennen. Dat is het punt van een date. Je leert elkaar kennen en je gaat gewoon even eten of naar een bios of wat dan ook. Het is wel chill om ook iets te doen. Het is vaker gewoon of je gaat een wandeling
wandeling door de stad maken of zo, weet je. Maak het niet te moeilijk. Je moet een beetje kiezen wat voor jou ook prettig voelt. Jij zegt nu meer van het eten en het kletsen, maar ik vind dat allemaal spannend. Ik heb bijvoorbeeld, ben ik naar de Chin Chin Club geweest. Dus daar heb je van die bordspellen. Nou, hebben we gewoon een doolhofje lopen doen en van dat air hockey en zo. En weet ik veel, schietspellen. Dus dan is het iets meer casual, want dan voel je niet de ja. soort pressure om constant te praten. En dan ben je ook gewoon bezig. True, je moet wel iets dan te is doen het wel, hebben ongeveer. Ja, want dan is het niet zo geforceerd van, oh nee. Kut, stil. Maar dat is niet erg. Dat is echt, als het en dat is ook inderdaad helemaal niet erg. Nee. Ik heb zelfs nu, als je gewoon met een jongen of iemand anders bent waar je gewoon wel iets meer voor... Vallen gewoon stilte. Soms heb je niks te vertellen. Ja, dat is dan hoort helemaal erbij, zo. Ja, is ook dat zo. Dat hebben wij ook als wij zo zitten. Gewoon stil met elkaar voor de uur. Ja, weet je, dan merk je ook of dat fijn is of niet met iemand. Dat is ook belangrijk. Ja, dat gewoon, wel. Dat iedereen gewoon zijn eigen dingetje een beetje ja, precies. Maar weet je, gewoon tips voor een eerste date is gewoon doe je ding, voel je op je gemak, trek wat leuks aan waar je fijn in voelt. Verwacht er niet veel van. Nee. Weet je wel, deze kunnen elkaar, echt heel kut ja, zijn. En echt gewoon, heel kut. Maar dan heb je het gedaan. Dat heb ik dus nu ook wel van, oké, het kan iemand zijn die eigenlijk helemaal niet klikt. Ja. Maar dan ben ik wel geweest en heb ik er een ervaring bij. Maar dat en dan, is, je leert gewoon de persoon kennen. Ja. Je kent hem nog niet, misschien via social media. Dit is het punt ja, dat je ja. het echt leert kennen. En als het goed voelt al, dan is het goed. Plan een tweede date, weet je wel. Als het niet goed voelt, dan doe je dat niet. Dan zeg je gewoon, hey, sorry, ik voelde hem niet helemaal. Of ja. ik merk toch dat er iets mist. En dat kan gewoon. Dat kan gewoon. En het kan heel ongemakkelijk zijn, ja. liefdesleven en zo, maar wat afwijzen altijd is ook echt heel kut. Het is heel kut, maar wat gewoon zo is, kijk, jij moet je er gelukkig bij voelen in de relatie. Voel je dat niet, dan moet je daar gewoon nooit aan beginnen. Hey meiden, ik vind een jongen in mijn klas al een tijdje leuk. We hebben af en toe oogcontact, maar zijn ex zit bij ons in de klas. Ik ben ook bevriend met zijn ex, oké. Okay. Oh, we snappen wel veel en we spreken elkaar in de chat, maar voor de rest gebeurt er niet zoveel. Wat kan ik doen? Wat ik als tip kan geven, kijk, snappen is gewoon een beetje dat flirten en dit en dat misschien. Ik zou eerder overgaan sowieso op WhatsApp. Ja. Daar is het allemaal weer wat chiller en zo. Letterlijk de ex van vriend van mij, bijvoorbeeld de ex van Lois of zo, daar zou ik er nooit wat mee doen. Nee. Weet je, daar, het is en dan een helemaal niet regel. Om, ja, daarom. Zeg maar. Dus dan zou je dat eigenlijk wel met haar soort van moeten bespreken. Ik praat eigenlijk met je ex en moet het niet super, super groot, weet je wel, te bespreken, maar gewoon dat ze ervan weet. Want als jij ineens toch wel met de jongen hebt en het wordt wat, en ineens heb je een relatie met hem, dan voelt zij zich heel erg genaaid. Dan voelt zij zich heel genaaid. Ja, en dan is het misschien ook om te overwegen van, hey, is zij echt een hele goede vriendin? Want kijk, als het een hele goede vriendin is, dan is het denk ik ook niet waard. Maar als het gewoon een casual iemand is. Als het gewoon iemand uit de klas is, weet waar je wel, gewoon niet heel veel mee. Waar je is het anders. Goed mee. Nou, ik zweer, ik spreek niemand bijna meer uit mijn klas. Nee, want anders vallen natuurlijk ook wel heel veel mannen af. Nou, weet je wel? Ik snap dat soms nooit, dat sommige mensen echt een knijtharde hekel hebben aan hun ex en zo. Ja, ligt ik natuurlijk van, aan wat is gebeurd. Ja, true. Maar als het is gegaan, dan wel. Ja, als het niet oké is, dan moet je eigenlijk zelf kiezen of je dat wel of niet wil doen. Het is natuurlijk uiteindelijk toch aan jou. Ja. Bedoel, je kan doen wat je wilt, natuurlijk. Maar ja. Maar ja, het is maar wat je wilt verliezen of wilt gainen eigenlijk. Yes. Doei, doei, doei. 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 Volg ons even op social media. Ja, heel leuk. Doei. Hey. Mijn vriendin is onzeker over haarzelf, vooral omdat ze denkt dat ze lelijk is en dat niemand haar mag. En ze denkt vaak aan zelfmoord en heeft haar zelf al eens gesneden. Haar ouders weten hier zelf niks van en waar ik nu bang voor ben is dat ze ooit zelfmoord gaat plegen. En ze betrekt me heel erg veel. Ik ben bang dat ze te zaakjes als ze doodgaat, dat ik in de schulden zit. Wat moet ik doen? Jij in de schulden zit? Ik denk in de Dat is in ieder geval niet. Nou ja, dat zij de schuld heeft. Ik denk dat je je misschien schuldig kan voelen, maar als iemand anders zijn eigen leven, dan ben jij niet schuldig. Moet het eigenlijk niet op jou aankomen? Jij bent er wel voor haar, dat weet zij ook wel, maar als haar ouders het niet eens weten dat zij zich zo rot voelt, zeg het wel even tegen die ouders, want uiteindelijk is het gewoon naar als je zelf als ouders niet eens weet dat je kind hiermee zit of zo. Mm-hmm. Ook al wil zij liever niet, als zeggen niet tegen mijn ouders en zo. Doe het gewoon wel. Want ja. straks ben je te laat. En dan is het wel. Je kan daar natuurlijk ook eerst met haar gaan praten van, hey, misschien is het wel handig om dit te delen met je ouders. Dat je het eerst soort van nog haar een keuze geeft om dat zelf te doen. Het is natuurlijk wel het beste om het van haar te laten komen. Dat is, als ze dat echt niet wil doen en je denkt echt dat er iets ernstigs gaat gebeuren, dan moet je inderdaad wel dan moet je gewoon die ouders inlichten. Ja. Vindt zij jou misschien even stom?
of zo. Omdat ze denkt van ja, dat had je niet moeten vertellen. Maar ja, uiteindelijk op langer termijn is dat wel beter voor haar en haar ouders en voor jou. En dan komt dat waarschijnlijk denk ik ook wel goed. Ze heeft gewoon even hulp nodig. Superleuk deze adviesvideo's. Top. Ik ben benieuwd hoe je van zenuwen afkomt. Ik heb binnenkort een sollicitatie en ik ben nu al bang. Ik ga ook zo bad op sollicitaties en zenuwen. Zenuwen in jezelf, wat ik altijd heb voordat ik iets ga doen. Moet je echt even in jezelf gaan nadenken en dan tot 10 tellen en daarmee ademen. Dus gewoon 1, 2. En dan gewoon heel vaag is dat, maar dan sta je gewoon zelf even anders voor een spiegel staan. En gewoon even jezelf aankijken en dan zo tellen. Als je even zo gaat tellen tot met 10. Daarna moet je gewoon maar gaan denken van joh, het is gewoon een sollicitatie. Het is iets menselijks, weet je wel. Als je verspreekt, is niet erg. Kan gebeuren. Probeer je gewoon weer een beetje op te pakken. Ga gewoon weer verder met je verhaal. Als je echt niet uit je woorden komt, zeg maar, oh sorry, ik weet even niet wat ik moet zeggen. En dan zegt de persoon tegen je over, ja, van, oh haha, geef niet hoor. Doe maar even rustig. Ja. Neem een slokje water. Niemand vindt dat raar. Kijk, mensen gaan altijd heel erg over de top. Men moet ik heel erg netjes gekleed. En het is natuurlijk wel goed om netjes gekleed te gaan. Maar ga ook vooral zo netjes gekleed dat jij je prettig voelt. Ja. Als jij in iets daaraan komt wat je nooit aantrekt, dan voel je nog steeds niet comfortabel en dan komt het ook weer anders over. Dus trek gewoon ook iets aan wat jij fijn vindt, anders gewoon iets heel basics, gewoon een zwarte broek met een simpel shirtje, dat is ook gewoon netjes. Ja, en als je een keer, weet je wel, als het gewoon even iets niet lekker loopt, is niet erg. Dat betekent niet meteen dat heel het gesprek verkeerd gaat, want daar moeten zij ook doorheen kunnen kijken, weet je wel. You don't stress it too much. En dan komt het vast wel goed. Ja, en anders heb je maar een keer een sollicitatie die echt super kut ging. En ja, dan leer je dan weer van. Dat kan ook gewoon. Nou jongens, dat was de laatste alweer. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk om het een keer met iemand anders te doen. Met Ilse. Ja, en ik hoop dat jullie wat aan ons advies hebben gehad natuurlijk. Als je nog meerdere vragen hebt, kan je dat altijd in de comments achterlaten. Of in DM. Of in DM. Bij ons allebei. Tuurlijk. Mag ook. En als jullie zelf advies hebben op de dingen die voorbij zijn gekomen, mag je dat ook laten weten in de comments. En vergeet ook niet op het kanaal van Ilse te checken, want daar hebben we ook nog iets leuks staan. We gaan lekker koken en een beetje falen en een beetje gekke dingen doen. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei! I get a little